Christian Albers is van mening dat er een tijdbom onder het team van Rebel Racing ligt. De voormalig Formule 1-coureur heeft het vermoeden dat een aantal kopstukken binnen het team, waaronder teambaas Christian Horner, van adviseur Helmut Marco afvullen. Er gaan geruchten dat zusterteam Alfatauri in de verkoop staat en dat de opvolger van Matensheets, Olivier Minslaf, niet goed met Helmut Marco door een deur zou kunnen. In de podcast van De Telegraaf wordt de situatie binnen Rebel Racing besproken en Albers is van mening dat de spanningen wel eens hoog op zouden kunnen lopen. Mijn opinie is dat het een tijdbom gaat worden. Zolang de resultaten goed blijven, is dat in het voordeel van hem en Newey, maar ik heb het gevoel dat ze een beetje proberen van die Marco af te komen. Misschien heb ik dat helemaal fout, maar ik heb wel dat gevoel. Zeker als ik van jou hoor dat ze ook proberen bepaalde journalisten een beetje in bedwang te houden en dat er met Marco minder gesproken mag worden. En volgens Albers wil Horner daarnaast de positie van Mateushietse overnemen om de macht nog meer naar hem toe te schuiven. Ik zie daar wel iets uit voortvloeien en ik weet nog niet of dat heel erg positief gaat worden. Al dus Christian Albers.